Winste Gers-Tanowitz, 47, en Renate Verbaan, 44, vormen al meer dan 20 jaar een gelukkig paar, maar zoals elk stel hebben ze ook mindere tijden gekend. In een interview met Linda delen ze hoe ze door moeilijke momenten zijn gekomen. Winste geeft toe: er waren momenten dat we elkaar niet helemaal begrepen. Het stel raakte geïntrigeerd door Gary Gatman, een dominee en auteur van het boek De Vijf Talen van de Liefde. In een podcast van Oprah Winfrey concludeerden ze dat het begrijpen van elkaars liefdestaal cruciaal is voor een sterke relatie. Winston vertelt over hun persoonlijke ervaringen, knuffelen en ik hou van jou zeggen waren mijn manieren van uiten. Terwijl Renate liever tijd en aandacht aan mij besteedt en graag iets voor me doet. Het verschil in liefdestaal leidde tot onzekerheid, maar toen Winston meer moeite deed om aan Renate's behoeften tegemoet te komen, kwamen ze nader tot elkaar. Naast het aanraden van het boek De Vijftalen van de Liefde aan andere koppels, ziet Winston het zelf zitten om zijn liefdeslessen aan een breder publiek te leren. Hij grapt, ik zie het wel zitten om Dr. Lof te worden, haha. Winston en Renate zijn sinds 2011 getrouwd en hebben twee zoons samen, Julia en Benjamin. Ontdek meer over hun relatie in het exclusieve interview dat te lezen is in de nieuwste editie van Linda, verkrijgbaar vanaf woensdag.